Hey, hallo, mijn naam is Nick en van harte welkom bij deze compassie-meditatie. De compassie-meditatie is erop gericht om tot een liefdevolle verbinding te komen met jezelf en met alle andere levende wezens om je heen. En compassie houdt in dat je kunt meeleven met de ander en dat je jezelf accepteert zoals je bent. En de compassie-meditatie vergroot je hart en het laat je onvoorwaardelijke liefde ervaren voor jezelf en voor anderen. Dus dat is wat we in deze meditatie gaan beoefenen. Ga allereerst gewoon lekker zitten. En als dat gaat, probeer dan langzaam je ogen te sluiten. En als jij je ogen gesloten hebt, wil ik je vragen om jezelf te positioneren in een comfortabele positie. Probeer met een rechte rug te zitten, zodat je in een actieve houding zit, waardoor je alert en wakker blijft. Deze liefdevolle meditatie, deze compassiemeditatie, is er om liefde, zorgzaamheid en aandacht te besteden aan onszelf en aan de mensen om ons heen. En dan gaan we nu onze aandacht focussen op onze ademhaling. We gaan even 3 keer diep in en uitademen, zodat we even wat meer in ontspanning kunnen komen. Adem in, probeer de ademhaling tot je buik te krijgen. En adem uit en laat alles los. Adem in via je neus als het lukt. En adem uit en laat alle spanning los. De laatste keer, adem in. En uit. En laat alles lekker los. En probeer dan eens je hartcentrum te openen. En voel eens hoe de energie van je hart zich aan het uitbreiden is. Probeer eens de warmte en de liefde te voelen dat verborgen zit in je hartcentrum. Probeer het eens waar te nemen en probeer eens te voelen wat jij op dit moment ervaart. En geef vervolgens eens liefde aan jezelf door de volgende woorden zachtjes te herhalen terwijl je een stroom van warm water door je heen voelt gaan. Dit water stroomt van je kruin tot aan je tenen en je wordt volledig gereinigd met alle liefde van het universum of God. Je verdient deze liefde, dus geniet ervan. Herhaal de volgende woorden en voel de heerlijke sensaties via je kruin naar binnen gaan. Ik ben liefde, vergeving, gezondheid en vrede. Ik ben vervuld met stilte en geluk. Ik ben liefde, vergeving, gezondheid en vrede. Ik ben vervuld met stilte en geluk. Ik ben liefde, vergeving, gezondheid en vrede. Ik ben vervuld met stilte en geluk. En
verplaats dan eens je aandacht naar de liefdevolle energie van deze prachtige zinnen. En voel eens hoe elke zin je een bepaald gevoel geeft. Observeer elke emotie dat naar de oppervlakte komt. Probeer nu eens iemand in je gedachten te brengen die jou de afgelopen tijd gesteund heeft. Iemand die aan jouw zijde heeft gestaan of iemand waar je veel liefde voor voelt. En sta jezelf eens toe om liefde terug te geven aan deze persoon door de volgende woorden te herhalen. Dat jij liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jou een leven met stilte en geluk. Dat jij liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jou een leven met stilte en geluk. Dat jij liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jou een leven met stilte en geluk. En focus eens op de herhaling van deze zinnen. En onthoud dat als je begint af te dwalen, dat het helemaal oké is. Laat alle gevoelens en gedachten opkomen en laat ze weer voorbij gaan. Zelfs als de zinnen raar of gek voelen, probeer dan te kijken of je je toch kunt verbinden met deze prachtige woorden. Je mind heeft een oordeel over deze zinnen, terwijl het juist pure liefde is wat je geeft aan jezelf en aan anderen. En soms vinden we het best wel lastig om pure liefde te geven, maar ook om te ontvangen. Maar wees je er dan bewust van dat uiteindelijk iedereen, jij, ik en de mensen om ons heen, we willen uiteindelijk allemaal liefde en vergeving ontvangen. En laten we nu eens beginnen om liefdevolle aandacht te geven aan de mensen in onze familie. Je ouders, je broer, je zus, je kinderen. Herhaal eens de volgende woorden. Dat mijn familie liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jullie een leven met stilte en geluk. Dat mijn familie liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jullie een leven met stilte en geluk. Dat mijn familie liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jullie een leven met stilte en geluk. En denk nu eens aan iemand die op dit moment pijn heeft of door een moeilijke tijd in zijn leven gaat. En beeld je in dat die persoon op dit moment in jouw liefdevolle energieveld mag zijn. Voel de aanwezigheid van deze persoon en geef liefdevolle aandacht aan deze persoon. En probeer het te doen zonder oordeel. Laat de liefde er gewoon zijn en laat de liefde stromen. Besef dat jouw energie helend is voor de mensen om je heen, of ze nu 1000 kilometer van je af zijn of in dezelfde kamer zitten. We zijn allemaal met elkaar verbonden. De liefde die jij aan jezelf en een ander geeft, kan een leven positief
veranderen. Dus als jij liefde voelt, laat het stromen. En neem nu even de tijd om te voelen hoe het is om deze dingen voor andere mensen te wensen. En merk op, zonder oordeel, hoe het voelt om iemand liefde te kunnen geven. Misschien staat die andere persoon er nog niet helemaal voor open. En dan is dat helemaal oké. Er is namelijk geen goed of fout in deze situatie. Er is alleen liefde. Laat alle verwachtingen los. Liefdevolle aandacht naar iemand sturen gaat erom dat jij je hart gaat openen. En dat jij loskomt van alle negativiteit, boosheid en angst richting jezelf en anderen. En dan gaan we nu weer een stapje verder om je hart nog verder te openen. Beeld je nu eens een lastig persoon in waar jij een conflict mee hebt gehad. Iemand die jou pijn heeft gedaan. En het kan misschien moeilijk voor je zijn en dat is helemaal oké en dat is volstrekt normaal. Maar door liefdevolle aandacht te geven aan een lastig persoon, sta jij jezelf toe om jezelf en die persoon te vergeven. Hiermee bevrijd je jezelf en die andere persoon van de pijn uit het verleden dat jullie hebben moeten doormaken. We doen allemaal ons best en soms maken we fouten die een ander veel pijn kan doen. Maar er zijn geen vijanden in dit leven. We are all struggling souls. We willen allemaal, net als jij en ik, vergeving en liefde ontvangen. Laten we daarom beginnen om deze lastige persoon een liefdevolle aandacht te sturen. Herhaal zachtjes de volgende woorden. Dat jij liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jou een leven met stilte en geluk. Dat jij liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jou een leven met stilte en geluk. Dat jij liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jou een leven met stilte en geluk. En tot slot gaan we liefde geven aan iedereen om ons heen. En herhaal de volgende woorden. Dat iedereen om mij heen liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jullie allemaal een leven met stilte en geluk. Dat iedereen om mij heen liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jullie allemaal een leven met stilte en geluk. Dat iedereen om mij heen liefde, vergeving, gezondheid en vrede mag ontvangen. Ik gun jullie allemaal een leven met stilte en geluk. En probeer eens op te merken hoe jij op dit moment voelt. Hoe voelt het om liefde aan een ander te kunnen geven? Hoe voelt het om onvoorwaardelijk liefdevol te zijn? En het kan zo zijn dat je het een beetje onwennig vindt. Dan is dat volstrekt normaal. En het komt misschien ook wel zo omdat we het gewoon niet gewend zijn. Hoe vaak in het leven ontvangen we onvoorwaardelijke liefde? Onvoorwaardelijke liefde is iets unieks wat je kunt ontwikkelen.
En door deze compassiemeditatie ontwikkel jij onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen. En om onszelf te bedanken dat we deze meditatie gedaan hebben, gaan we nog tot slot liefde geven aan onszelf. En herhaal vervolgens de volgende woorden en voel de liefde stromen in jezelf. Ik ben liefde, vergeving, gezondheid en vrede. Ik ben vervuld met stilte en geluk. Dit gaan we nog één keer doen. En leg je hand op je hart. En voel alles wat tot je komt. En herhaal met mij de volgende woorden. Ik ben liefde, vergeving, gezondheid en vrede. Ik ben vervuld met stilte en geluk. En terwijl deze liefdevolle aandacht meditatie ten einde loopt, wil ik dat je beseft dat je ook, als je straks klaar bent met deze meditatie, je altijd liefdevolle aandacht kunt geven aan de mensen om je heen. Je zult zien dat het geven van liefde jouw leven, maar ook dat van een ander, zal veranderen. En liefde staat gelijk aan aandacht. Dus geef bijvoorbeeld eens een extra complimentje aan iemand op straat. Of stuur eens een berichtje naar iemand waar je veel liefde voor voelt. En het maakt niet uit wat het is, zolang het liefde is, doe het. Liefde is helend. Liefde kan genezen. En liefde kan ons bevrijden uit alle angsten, alle spanning en alle stress dat wij door de dag heen ervaren. Liefde voor jezelf is zo belangrijk en soms vergeten we het wel eens om het onszelf te geven. Maar als jij op dit moment veel liefde mag ervaren, al is het maar een klein beetje, dan is dat echt een grote zegening. En probeer dan weer even te connecten met je lichaam. Probeer een beetje je voeten en je handen te bewegen. Je armen en je benen. En breng je aandacht weer terug naar dit moment. Breng de aandacht weer terug naar de kamer. En adem eens even lekker diep in en uit. En open dan langzaam je ogen. Probeer eens waar te nemen hoe jij je op dit moment voelt. Probeer eens zonder oordeel te kijken naar wat je voelt. En probeer eens een kleine vergelijking te maken met hoe jij je voor deze meditatie voelt. Is er een verschil? Of is er helemaal geen verschil? En het is allemaal oké. En als jij op dit moment ook maar een klein beetje meer liefde of meer ontspanning kunt ervaren, wees je er dan bewust van dat het begin is van iets heel groots. Want naarmate je vaker gaat mediteren, dan zul je zien dat je steeds meer liefde, steeds meer compassie voor jezelf en voor anderen kunt gaan ontwikkelen. En het is misschien een heel langzaam proces, maar ik kan je vertellen, het is het uiteindelijk allemaal dubbel en dwars waard. En liefde is zoiets moois wat we soms niet helemaal kunnen begrijpen, omdat de liefde die wij ervaren soms wel eens voorwaardelijk is. En af en toe is onvoorwaardelijk is. Maar liefde is zoiets moois dat
Ja, als je dat op dit moment voelt voor iemand of voor jezelf, geef er dan absoluut aan toe. En ja, laat het stromen. Het is zoiets moois. Ik wil je bedanken dat je mee hebt gedaan. En graag tot de volgende keer.